Het is dat. Only Kirtan Hare! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! This fighting we will do. Dit gevecht zullen we aangaan. Dit gevecht zullen we doen. Nagar Kirtan Kiji. Ja. Fighting. Dit is echt. Soldiers. Soldiers. We are the soldiers. We zijn de soldaten die dit gevecht leiden. Prabhupada is always telling tale very. Soul fights. How it will come? When soldier will come, you will stay in this way. Then I have to fight with you a little bit. Huh? Where the soldier? Huh? I'm also a soldier. Without the world brotherhood, the world peace is a dream. Zonder broederschap, dus universele broederschap op de aarde, is wereldvrede gewoon een illusie, een droom. How that world brotherhood will come? Hoe gaat deze broederschap ontstaan? Anybody thinking it? Heeft iemand een idee daarvan? Together chanting, congregation. We should do one yajna. That is Sankirtana yajna. You are telling we have no time. We are always Western people, we are always doing work. Maar dat is misschien een argument, is we hebben geen tijd, want we moeten ons werk doen. Westerse mensen moeten altijd, zijn altijd aan het werken. But make some space. Maar maak wat tijd vrij. In every Sankirtan Yakya. Prabhupada is telling. Prabhupada vertelt. Every house should be mort. Elke huis moet eigenlijk een tempel zijn. Dat is every house. Elk huis. Should be mort. Moet een tempel zijn. Otherwise you cannot control. Anders kun je dat niet die vrede bewerkstelligen. You are sitting in our house. Your son will go and to drink. Je zit in je huis en je zoon gaat bijvoorbeeld drinken. Alcohol drinken. No. All should come to here. Iedereen moet hier komen. This is our fighting learning center. Dit is het plaats waar we leren om dit gevecht te leveren. Deze strijd te leveren. Hier leren we het. Harinaam. You may tell if you will do kirtan. So how will fight and many things are staying. How it will be done? Maar als we kirtan doen, hoe gaan dan alle problemen die er zijn opgelost worden? En hoe wordt alles dan vervuld? Ja? Mijn gurudev told me, de Fakir Mohan, you should do one research for PhD degree. Zijn guru heeft hem verteld dat hij een onderzoek moet doen. Om zijn doctoraat te halen, een speciaal onderzoek. I was not liking you. What is that title?
hij hield er niet van om naar de universiteit te gaan en voor titels. Hij hield er niet PhD, van. PhD, delete, dat noem ik niet. Maar het heeft geen betekenis voor hem, maar hij volgde het. Wat zal hij doen? Guru. Gurudev weet wat ik. Gurudev wilde het, daarom heeft hij het gedaan. So I select one subject. Hij heeft een bepaald onderwerp geselecteerd. Sri Chaitanya Charita in ancient Oriental literature. Sri Chaitanya Charita in de oude antieke Oriya literatuur. And Dr. Kundavi has replied, told Pakhil Mohan, you are doing this one subject, you should sure discuss it. Dus iemand heeft hem aangemoedigd van doe dat zeker, dat moet je zeker doen. What was that subject? Dat onderwerp, een bepaald onderwerp. Many scholars. Er zijn veel geleerden. Loudly. Rood. En die schreven heel erg klaar en duidelijk op dat... De Chaitanya Mahaprabhu is de downfall of Orissa. Heel veel zogenaamde geleerden hadden geschreven dat Chaitanya Mahaprabhu is de val, betekent de val van Orissa. Rakhaldas Banerjee in his history of Orissa wrote many ways in this. Heel veel pijnlijke dingen werden geschreven door zogenaamde scholars. My Gurudev told Fakir Mohan, be careful. You should not write anybody's name. Dus hij heeft gezegd, zijn guru heeft gezegd, je moet ze allemaal verslaan, stuk voor stuk, maar je moet geen namen noemen van niemand. Maar verslaan. He knows that I am very simple. What? I cannot keep secret thing in my heart. En zijn guru wist dat Maharaj heel eenvoudig is. En daarom kan hij geen geheim bewaren in zijn hart. Only secret is Diksha Mantra. De enige geheim die hij heeft is zijn initiatie mantra, zijn Diksha Mantra. Dat is de enige geheim. Anders heeft hij geen geheim. So he told, he knows that if I only tell everything, this is not correct in this. En hij wist dat als Maharaj zich hier aan zou wijden, dat hij stuk voor stuk, punt voor punt, alles zou terecht zetten. Van dit is niet correct, het hoort zo, dit is niet correct, het hoort zo te zijn. Zijn guru wist dat zou gebeuren. You only tell someone scholars in this way. Dus geen naam, maar je zegt gewoon iemand. Iemand heeft dit gezegd, iemand heeft dat gezegd. Then I, very patiently, thought that the Buddha King Pratapudra Dev is responsible for the downfall of the Orissa. I wrote very nice. Dus Maharaj heeft heel voorzichtig heeft hij het onderwerp behandeld dat King Pratapudra. Ja, de Dat die ervoor gezorgd heeft dat de cultuur aan lagere wal geraakt is van Orissa. Dat zijn de nakomelingen. Als de nakomelingen, ja. King Pratapudra was responsible. Wat happened to him? He was responsible for the downfall. No, he was not responsible, but they were telling. But Maharaj was writing against it. Oh, Maharaj heeft King Pratapudra verdedigd natuurlijk. I very, very patiently, I took some plots
Plot, plot means subject. Al de punten. Heel geduldig heeft hij op al de punten aangehaald. Oké. Okay. Heeft iedereen het gehoord? Heel geduldig heeft hij een aantal punten aangehaald. Bepaalde punten. Dank je wel. Many things I have connected to one thing is the scholars are telling that the, as Pratapudra Dev was liking Rai Ramananda, the Rai Ramananda's brother Gopinath Patnaik, he too some money, he was collecting the revenue and he did not deposit it. Oh, dus koning Pratapudra die hield erg van Ramananda Rai, Rai Ramananda, en zijn broer, van de broer van Ramananda Rai, die had, die was een belastingsambtenaar die heel veel belastingen achterhield, schreven ze. I did this that point. En Maharaj heeft dit punt behandeld. Same thing was happen in Bengal. En hetzelfde is gebeurd in Bengal. I will finish. Don't be hurry. Hij zal, wees geduldig. Hij zal eindigen. Klaas, straks. Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami. Parents. They are also collecting the revenue. Zijn ouders waren ook belasting collectanten van belastingen. Ja. Verzamelden de belastingen van de mensen. Ja. And one Muslim person, he was telling, hey, be careful. If you will not give me, I will tell to king. Een moslim die had gezegd tegen die ouders van als je, wees voorzichtig, als je niet mij wat geld geeft, dan zal ik het verklappen aan de koning. En? Nee. Hij heeft ze onder druk gezet. Je moet het aan mij geven. Als je het niet aan mij geeft, dan ga ik zeggen dat jij het voor jezelf houdt. Maar hij wil hem alleen zwart maken. Hij wil hem zwart maken. Ah. So, valse bedreiging. He informed the king and king sent to arrest whole family. En toen heeft hij soldaten gestuurd om de hele familie te arresteren. All went away. En die zijn allemaal van hun huis weggevlucht. Only boy Raghunath Das Goswami was staying. Alleen Raghunath Das Goswami, de jongen. Die bleef thuis. Came to arrest him. He told me, I have not took money. En ze kwamen hem te arresteren en hij zei van, ik. You are the genomen. Servant of the king. My parents also servant of the king. So I am also your son. Oh ja, dus mijn ouders zijn dienaren van de koning. Jullie zijn dienaren van de koning. Dus jullie zijn ook. Ik ben ook jullie zoon. En toen waren ze dus tevreden gesteld en ze lieten hem met rust en ze gingen weg. But Gopinath Patnaik's case is separate. Maar in Orissa? Gopinath Patnaik. Dat is een ander verhaal. King does not know how much money they are keeping or giving. De koning die heeft geen enkel idee hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel er achterblijft en waar het naartoe gaat. Van die belasting. But Pratapudra Dev sent his son. En Pratapudra Deva die heeft zijn zoon gestuurd om het te onderzoeken. This amount of money is staying. Een bepaalde hoeveelheid geld die was daar
aanwezig. Hij doet steeds een geboet. Je kunt je telling, this amount of money is taking. En die heeft, ze hebben aan die zoon verteld dat zoveel, dit bedrag is er. Dat is wat er is. Zoveel is er. Hun protapertadeps. Servant went. Gopinath Patnaik is telling with like a king. Gopinath Patnaik.